Erkenning en waardering voor de inzet van Nederlandse veteranen staat centraal tijdens de wedstrijden in speelronde 17 en 18 van de Jupiler League. Veteranen zijn dan eregast in het stadion. In aanloop naar de wedstrijd geven veteranen en clubs speciale gastlessen over respect op scholen. Op de Nijmeegse basisschool NSV 2 was veteraan Bram op bezoek. Zijn verhaal maakte indruk op de kinderen. Stil, ontzettend onder de indruk. Echt gewoon, ze tonen ook gewoon echt het respect naar je toe. En dat vind ik gewoon heel prettig om te zien. En vaak zijn ze in het begin nog wat onrustig en zo even een beetje aftasten van waar gaat dit naartoe. En uiteindelijk, dan zitten ze gewoon echt met open mond te kijken en te luisteren naar gewoon jouw persoonlijke verhaal. Ik vertel ook altijd over de huidige missie in Mali. Waar nu gewoon jongens en meiden zitten van 18, 19 jaar. En zodra die terugkomen, zijn ook zij al veteraan. Dus dat. Ik vertel een stukje over mijn PTSS. En dat PTSS niet alleen maar gerelateerd is aan het soldaat zijn. En aan de heftige dingen die je daar meemaakt. Maar dat dat bijvoorbeeld ook kan komen door pestgedrag. En dat wil ik vaak ook meegeven. En ik wil ze gewoon laten weten van er is meer dan alleen maar... Dat veilige wereldje waar jij in leeft, daar moet soms gewoon echt voor gestreden worden. Nou, in Nederland is dat dan met de Tweede Wereldoorlog afgelopen, maar er zijn ook heel veel landen in de wereld waar dat niet zo is. Bram kreeg last van het posttraumatisch stresssyndroom. Ik had een ontzettend groot schuldgevoel, schaamtegevoel. Ik wilde weer terug, ik wilde weer vechten. Ik had eigenlijk gewoon geen lontje meer. Ik was heel agressief. Dus er gaat ook gewoon geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Dus dat is wat het voor mij voornamelijk doet. Ik heb een keer een kind gehad van wie een familielid gesneuveld was in Afghanistan. Dus die was wel heel erg, die kwam echt wel persoonlijk binnen. Want dat kind begon op een gegeven moment ook te huilen. Had ik niet in de gaten, want dat was in een wat donkere zaal. Maar na afloop kwam een leerkracht naar me toe en die zei van goh, kun je eventjes met haar praten. En dat heb ik toen gedaan. Ik weet niet meer wat het familielid was, wat de relatie was met het familielid. Maar die vertelde dus dat dat dus gebeurd was.